is een heerlijk gevoel als je na 13 maanden weer wedstrijden mag spelen. Dat is waar je dat hele traject naartoe werkt. En dan als dat zo ver is, ja, dat is waarvoor je het doet. Het opladen voor een wedstrijd. Meestal bij een uitwedstrijd oortjes in, een beetje muziek luisteren. Focus op de wedstrijd en dan die wedstrijd ingaan. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel nodig. Gewoon altijd wel klaar voor om te spelen, zeg maar. Vorig jaar raakte ik geblesseerd in de voorbereiding op het EK onder 19. In een oefenpotje nog in Zeist. Heel ongelukkig. Leek in eerste instantie niet veel aan de hand. Maar uiteindelijk bleek toch dat ik het EK zou gaan missen. Nou, daar was ik goed ziek van. De eerste 5 maanden ging ze ervan uit dat het kalk was in mijn knie. En toen na een tweede opinie, omdat ik toch het gevoel had dat het niet helemaal lekker zat in die knie. Bleek dat het de binnenband was, diepste binnenband, en die, dat zat niet goed, dat moest geopereerd worden. En zodoende ben ik uiteindelijk 13 maanden zoet mee geweest. Ja, die periode was wel heel zwaar, moet ik zeggen. Ja, je valt in een soort gat. En dat is soms best wel moeilijk om daar om steeds weer te gaan en erin te geloven vooral. Vooral dat geloven is heel belangrijk, het vertrouwen. Want dat moet je echt uit jezelf halen. Er is niemand meer die zegt tegen jou of die op jou let. Dat is toch moeilijk soms. Ik heb ten eerste een topfamilie die daar goed achter staat, vriendin en ook een hele goede fysio gehad, Melvin. Fleur heeft ook bij het eerste gezeten. Die was zowel mentaal als fysiek heel belangrijk. Maar toch moet je het vooral uit jezelf halen, omdat je moet toch elke ochtend weer opstaan en weer vol gas willen geven voor een training die totaal niet leuk is. Maar om dat uiteindelijke doel te halen en dat is weer gaan spelen. Dat was een klote periode, maar ik ben blij dat ik daar doorheen ben. Ik heb wel het gevoel dat ik er sterker uit ben gekomen. Eerst dacht ik dat het onzin was als iemand zei van ik kom sterker terug naar mijn blessure. Maar ik moet toegeven dat dat zeker zo is. En al is het niet als op sportief gebied, is het zeker mentaal dat je er sterker uitkomt. Het grootste moment van wennen was eigenlijk toen ik weer aansloot bij een groep. Omdat ik zeg maar gewend was met de fysio 1-op-1 in paas. Dus allemaal appeltje eitje natuurlijk. Maar als je dan een hele groep om je heen hebt met bewegende mensen enzovoort, daar moest ik even aan wennen. Maar dat ging allemaal, zodra ik aangesloten was, ging alles prima. Ja, dat is heerlijk. Dat is zeg maar een beloning voor al dat harde werken om weer te spelen. Dat is toch waarvoor je het doet en dat merk je ook in zo'n periode van waarvoor doe ik dit eigenlijk. En, dat is echt om het spelen, om het spelletje. Mijn plannen zijn natuurlijk fit blijven, dat staat voorop. Maar als je eenmaal fit bent ga je toch snel naar andere dingen kijken. En dat is dat je zo snel mogelijk weer aan wil sluiten. Hoopt op een kans en die wil ik heel graag pakken natuurlijk. Dat is eigenlijk het voornamelijkste doel. Om gewoon weer laten zien en bewijzen.